Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvis.nl. Ik zit hier met de enige echte Björn, die is nu nog even zijn vispas aan het regelen. Online. Ja, we wouden eerst op het kanaal gaan zitten. Maar ja, het stroomde echt als de ziekte. Het was echt een beetje zo'n twijfelgevalletje. Ik dacht, oké, dan rijden we hier naar de lokale vijver. Dan gaan we hier eens even kijken. Nou, hier zitten we in principe lekker. Ik moest nog even een montage maken net, want de lijn was door. Maar ja, we zitten nu eindelijk. En 4 hengels uitliggen. Ik heb net nog een derde hengelvergunning erbij gekocht. Dus dan kan ik met 2 hengels vissen. En Björn is nu een nieuw accountje aan het maken voor zijn vispas. Dus ik ben benieuwd. In principe er zit hier in ieder geval wel snoek. Dus we zouden er wel iets uit moeten kunnen halen. Nou, we gaan het meemaken. Björn is lekker worstenbroodjes maken, jongen. Hoppa. Ik moet even tegen de mensen zeggen, ik heb de worstenbroodjes geregeld. En ik kreeg laatst commentaar van, ja, je vreet altijd op kosten van Leo. Moet een keer zelf iets meenemen. Ja, nou, heb ik wel. Een lekker hamburgertje erbij. Ja, straks nog een lekker hamburger. Daar nog een mooie snoek. Oh man. Ja, even een lekker worstenbroodje kanen. Makker. Ik zal even wat van de montage laten zien, jongens. Ik heb de hengel die ik heb is een Pro CRX Predator van 3 meter. Casting weight tot 100 gram. Action Moderate staat erop, Power Heavy. Echt een snoekhengel, een goeie. Daar heb ik een molen op zitten, dat is een Daiwa Black Widow BR. Met een, hoe heet dat, een baitrunner erop. Dan heb ik denk 1500ste Power Pro groene lijn op liggen. Daar heb ik mijn stuitje daarboven zitten. Ik heb zo'n stuitje met 70 knoopjes, die kun je met rode touwtjes, die kun je ze aantrekken. Dan heb ik aan een wortel heb ik deze Tim's dopper van 25 gram. En een lood van 25 gram. Dan denk je natuurlijk, waarom een lood van 25 gram? Dan gaat het ook onder. Maar dan komt omdat ik altijd op de bodem vis. En daar heb ik een wortel aan zitten. En dan heb ik, dat is niet zo heel netjes, maar een beetje afknippen. Daaronder heb ik 90-100 fluorocarbon. Heb ik een takeltje gemaakt met 2 drechtjes, maat 4 drechtjes zijn dit, geloof ik. Niet zo'n hele grote. En dit ligt allemaal vanaf het lood en alles, ligt alles op de bodem. En ik vis dus niet drijvend. Als ik dan drijvend zou vissen, zou ik hier een enkele dreg aan hangen. En dan boven water vissen. Maar ik lig gewoon op de bodem. Dus, ik heb beet. Snoek eraan. Daar gaat die jongen. Kunnen jullie misschien zien, dat weet ik niet. Even kijken of alles is aan het opnemen. Ja, hij gaat ermee, hij gaat er vandoor. Daar gaat die jongen. Mooi, hè? We wachten tot hij hem helemaal meeneemt. Yes, fish on. Het is geen dikke, maar dat is wel een. Oh, hey. Maar heb jij de onthaak, maat? En de schep heb je misschien? En een goeie. Ja, hij is nog niet uitgehaast. Komt ie. Hoppa. Een raar oogje had in een blende. Oh jongens, dat was een mooie snoek. Hij pakte hem goed weg. Hier vlak langs de kant, denk ik een meter of 3-4 uit de kant dat ik hem heb liggen. En ik zag even wat tikken en hij bleef er een beetje aan het trekken. Ik denk dat het hem even lang gaan, want je weet nooit hoe ze bijten, maar hij hing net vast, dus dat was mooi. Ik moest alleen mijn haken losknippen, want die zat in het schepnet, maar dat is ook allemaal weer geregeld. Dus lekker bezig. Ondertussen zit Björn nog steeds een vis vast, zijn extra vis vast te bestellen. Maar het komt goed. Hij kost best wel een hoop geld, want het is alleen nog voor december. Dus
€31. Maar volgens mij had die vispas moet nog een extra hengelvergunning. Ja, dat is nog maar voor een 2 maandjes vis of zo. Maar ja, aan de andere kant, je moet wel een vergunning hebben natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Ja, ik ben benieuwd. Ja, de kop is straf in ieder geval. Zo jongens, we zitten lekker aan de... Oh, er zijn allemaal visjes in springen bij jou weer, jongen. Laat maar iets anders springen daar. Ja, een dikke snoek springen. Een dikke snoek. Een dikke snoek, een dikke motherfucker. Oh, lekker. Goed heet. Ja? Ja, echt lekker. Ja. Oh, goed idee. Oh nee, valt mee. Kleintje. Niet zo groot als die van ons. Ik denk 70, 80 zoiets. Ja, daar gaat hij weer. Adam? Nou, dat is toevallig. De hele... Zit je met een dreg? De hele dag niks, ja. Hij is los. Hij is los, niet? Ja, hij is los. Jammer. Ja, helaas. Zo jongens, we zitten nu lekker in de zon. Het is denk ik 14:15 zoiets. Toch een hele tijd geen aanbied meer gehad. Echt stilgevallen, maar ja. Dat is wel vaker zo rond het middaguur. Misschien dat we daar ik weer gaan bijten, moeten we even kijken. Ik heb nu weer flink mijn handen opengehaald. Dat was wel een flinke amateuralarm vanmorgen. Hij zat een beetje te kutten. Ik zeg, we waren aan het kanaal gereden, maar het stroomde te hard. En toen hier naartoe, een stukje lopen en montages maken. Maar ja, het is toch wel fijn als er dan vis uitkomt. Als er een hele dag niks is, dan dat is natuurlijk minder. Er waren meer mensen aan het vissen. Ja, die vingen ook allemaal een visje wel. Maar nog 5 mensen met de vaste stokken vissen. Kleine voerhondjes en zo, maar... En nu komt het zonnetje, heerlijk. En jongen, ja, die zit eraan. Moet die ander binnenhalen voor je? Ja. Hè? Adam? Ja. Netjes. Oh, die lijn ligt boven water, dus maakt niet zoveel uit. Netjes, maat. Blijf daar staan, dan sta je op de camera. Ja? En een goeie. Hé, hey, ouwe. Hey, we kunnen nog, hè, jongen. Ah, dat vind ik gaaf. Allebei een vis. Ik ben benieuwd wat dat van een is. Oh, hé, hey, jongen. Speer, jongen. Wat is je PR? 98 centimeter. Ah, dat haalt hij misschien net niet, maar... Nou, dat is een goede man. Is hij klaar? Oh. Oh. Ik dacht even dat hij losgoot. Oh. Die is dikker dan die van mij. Oeh, jongen. Ja, die moet je even meten. Nou jongens, de tweede is binnen. Het was eigenlijk een enorme dikke. Moet ik kijken, mijn vinger. Ik ben in bloed als een gek, want ik... ik kwam net langs een tandjes af. Ging ik met mijn handje langs een tandje. Ik dacht... Ik denk, wie is hier zo in bloed? Wie is dat? Nou, dat ben ik dus. Amateur alert, hè. Weer dikke wond. Nou goed, dat is allemaal oorlog gewoon. Moeten wat vangen. Er zitten heel veel ganzen erachter, dat is echt niet normaal. Maar goed, lekker dit. Kom erbij jongen, hier naast me staan. Zijn we weer? Hebben we lekker gevist? We hebben heerlijk gevist. Lekker dag, ja. Lekker dagje. We hebben alle snoeken in de ochtend gevangen. Eigenlijk voor 11 uur hebben we ze allemaal gevangen. En die twee dan. En ik had een aanbeet. En we hadden net nog een aanbeet. Maar Bjorn had net eentje, maar hij sloeg helaas mis. Jammer. Maar we hebben nu nog misschien voor de late uurtjes, het is nu al 6:30, we zitten al vanaf 9:30. Het was al 7:30 was je bij mij, hè? Zoiets 7:15. We hebben nog een half uur. Dus we hebben nog een half uur. Alles op niks. We blijven tot 6:00. Als jullie nog iets zien, dan zal ik er nog even in monteren. Maar zo niet. We hebben een heerlijk dagje weer. Het is veel te lang geleden weer, jongen. Ja, dat is bijna een jaar geleden. Bijna een jaar. We moeten snel weer... Snel weer op pad met de bellyboot en door de hazen, dus het komt helemaal goed. We gaan weer de polder in. Gaan we mooie tijden beleven. Met Leo. En Leo, we moeten ook weer meegaan, jongen. Dus het komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken voor je leuke video. Doe even abonneren en duimpje omhoog. En keep on fishing.